Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Interesse voor investeren in Suriname neemt gestadig toe. Succesvolle weken assistent-arbiter Mienza Rensch gelooft in mooie toekomst. Suriname in startblokken voor klimaattop. En robotics team Suriname maakt opwachting bij president Santokki. De interesse om in Suriname te investeren neemt volgens president Chandrika Persat Santokki gestadig toe. Dit kan bijdragen in het structureel oplossen van Surinames ontwikkelingsvraagstuk en het verhogen van de verdiencapaciteit. Het staatshoofd zei op donderdag 3 november 2022 tijdens de algemene politieke beschouwingen dat belangrijke exportmarkten toegankelijker zijn geworden voor Suriname. Het in september 2020 ontwikkeld herstelplan vormt nog steeds de hoeksteen van ons ontwikkelingsbeleid dat gericht is op enerzijds korte termijn oplossingen als ook op midden tot lange termijn initiatieven. De structurele oplossing voor ons ontwikkelingsvraagstuk, meneer de voorzitter, is verhoging van onze verdiencapaciteit en het verlagen van de overheidsuitgaven. De interesse om in Suriname te investeren neemt gestadig toe. En ik kom straks daarop terug met concrete projecten, meneer voorzitter. Wij weten dat we als land niet in alle opzichten een aantrekkelijke partner zijn. Deze omdat we nog steeds belast zijn met het verleden van een slechte imago internationaal. Maar ook door de hoge schuldenlast is Suriname financieel relatief een duur investeringsland geworden. Ondertussen zien we hier een verandering komen met internationale en regionale bedrijfsleven die in verschillende sectoren goede perspectieven zien. Meneer voorzitter, ook de aanpassing van onze ranking op de ease of doing business zal verbeterd worden met technische bijstand van het buitenland en ook internationale instituten. Naast de eerder genoemde negatieve aspecten biedt onze regering aan internationale investeerders een democratisch klimaat waarin de rechtsstaat en mensenrechten gerespecteerd worden. Meneer voorzitter, onderschat u dit aspect niet. Meneer voorzitter, als het gaat om internationale samenwerking en aantrekken van investeerders, waar investeerders tegenwoordig ook naar kijken, meneer voorzitter. Zo is DP World, een groot internationaal bedrijf, gevestigd in Dubai, scheepvaartbedrijf met de meest geavanceerde haven en logistieke bedrijven, heeft besloten om meer dan 100 miljoen Amerikaanse dollar te investeren in ons land, meneer de voorzitter. En het project is gaande. En ook dat is een direct resultaat van de deelname van Suriname aan Dubai World Expo 2021. En de aldaar gevoerde gesprekken waar ik zelf aanwezig was met de leiding van DP World en de leiding van de lokale partner. Meneer voorzitter. De voorzitter. Als gevolg van de interesse in olie en gas zien we ruime belangstelling in de regio om met Suriname en het Surinaams bedrijfsleven partnerschappen aan te gaan. Hierdoor wordt het nieuwe arbeid gecreëerd bestaande uit bedrijven die verder gemoderniseerd moeten worden en uitgebreid uiteindelijk met als doel om meer inkomsten te genereren. V
FIFA-assistent-scheidsrechter Mienza Rensch gelooft in een mooie toekomst. Rensch schreef recentelijk geschiedenis door als eerste Surinaamse arbiter een WK-finale te helpen leiden. Dat deed zij op 30 oktober in India tijdens de eindstrijd van de meisjes U17 WK tussen Spanje en Colombia. De succesvolle assistent-arbiter maakte op vrijdag 4 november haar opwachting bij president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd is trots op Rensch. Jawel, ik heb de afgelopen periode, ja, sinds kort, heb ik de finale gedaan bij de Under 17 Women's World Cup. En ook nog in augustus heb ik ook nog de U20 geparticipeerd bij de U20 WK. Ik heb een cadeautje ontvangen, twee zelfs. En we hebben ook nog over het een en ander gesproken, om eigenlijk wat de support zal zijn. En was er een bepaald boodschap vanuit de president naar jou toegericht? Jawel, natuurlijk dat hij trots is en dat hij meer van dit soort talenten eigenlijk wil zien. En dat hij ook bereid is om dit soort talenten eigenlijk te gaan supporten. Hoe ziet de toekomst uit van Mienza Rensch? Ik geloof wel dat het een heel mooie toekomst zal zijn. En ik zit te wachten op de selectie voor WK 2023 Nieuw-Zeeland-Australië. Dat eind van het jaar bekend gemaakt zal worden. Is er een Surinaams dames team? En zo ja, is er kans? We hebben wel een Surinaams dames selectie, maar we zijn helaas nog niet zo ver. Ik hoop dat we misschien binnen 5 tot 10 jaar wel zo ver komen. Met het succes van mij en natuurlijk ook mijn opkomende referees. Dat eigenlijk Suriname ziet dat we talent hebben. En dat ze meer gaan werken aan onze spelers en ook nog speelsters. Zodat ook daar Suriname op een hoger niveau kan eindigen. Wat heeft het allemaal gekost? Hard werken, discipline, dedication. Ja, alles in één woord. Het is wat je eigenlijk wilt en gewoon ervoor gaan. Dat heeft het eigenlijk gekost. Ben jij de eerste? Nu ben ik wel de eerste, ja. Die op een vrouwen WK geweest is en ook nog een finale gedaan heeft.
En wat stelt deze medaille voor? Deze medaille is eigenlijk wat ik eigenlijk heb ontvangen voor mijn geleverde prestatie. En er staat dan referee voor de finale. En dit is eigenlijk de medaille die ik heb ontvangen bij de finale van Colombia en Spanje, waarbij Suriname ook op de kaart is geplaatst. Suriname staat aan de vooravond van deelname aan de COP27 klimaattop op 7 en 8 november in Egypte. President Santokki zal hierbij Surinames visie op klimaatverandering delen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking blikt vooruit op Surinames deelname aan deze bijeenkomst. Minister Suriname participeert over enkele dagen aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, oftewel COP27 in Egypte. Hoe belangrijk is deze klimaatconferentie voor Suriname? Wel, voor Suriname is het sowieso enorm belangrijk, omdat we natuurlijk hier ook te maken hebben met de impact, de effecten van klimaatverandering. We hebben recentelijk gehad de overstromingen in het district Brokopondo en Para, mede als gevolg van extreem hoge regenval. Daarna hebben we ook gehad, en dat is een continu verschijnsel, is de erosie van onze kustzone. Maar het heeft aandacht gekregen toen het bezoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties plaatsvond. Maar ook tijdens het bezoek van de premier van Nederland, premier Rutte. Ze hebben beide, en wij allemaal hebben, mangrove boompjes geplant om die schade te minimaliseren voor betreft kusterosie. En dat allemaal heeft te maken met klimaat, de stijgende zeespiegel. En daardoor verliezen we een heleboel dingen in Suriname. Vruchtbare grond. Je krijgt meer zout water in gebieden in de kustzone. En die zijn dan niet geschikt voor landbouwdoeleinden. Maar je krijgt ook verlies van land. En dat is die erosie. Maar daarnaast, als we een mangrove hebben die goed groeit en die kan blijven bestaan, dan houdt het ook de watergolven af, de golven. En ook creëert zijn eigen biodiversiteit, eigen ecosysteem. Dus garnalen en vis kunnen weer dan daar gedijen. Dus op die manier is deze COP27 belangrijk voor ons. Elke klimaattop is belangrijk voor landen die enorm veel effecten hebben, ondervinden van klimaatverandering. Deze zal bijzonder belangrijk zijn, omdat we specifiek gaan praten over een aantal zaken, praktische zaken. Er zijn beloftes gedaan door de rijke landen dat ze 100 miljard zouden beschikbaar stellen voor klimaatveranderingsprojecten, om je daaraan te adapteren, dus maatregelen te nemen om zeg maar die gevolgen minder te laten zijn. Maar daarnaast ook om de schade die wordt toegebracht aan natuur, om die vergoed te krijgen. Nou, die middelen zijn niet aangeleverd. En er gaat nu een hele zware politieke lobby zijn. En daarom is het goed dat de president erbij is, want dit gebeurt op het hoogste politieke niveau. Dat gelobbyd gaat worden dat nou eindelijk deze gelden beschikbaar komen. Wat beschikbaar is gekomen is marginaal geweest, niet veel geweest. Tweede wat belangrijk is dat de toegang tot die middelen versoepeld moet worden, vergemakkelijkt moet worden. Het duurt bijna 3-4 jaar voordat je een project kan afronden en je geld krijgt. Maar in die tussentijd, in die 4 jaar, gaat er zoveel mis. Dus wij kunnen niet wachten op geld. Het derde is, de beoordelingscriteria moeten ook simpeler en soepeler zijn. Want ze zijn zo complex dat het bijna een wetenschap op zichzelf wordt voordat je aan die gelden komt. We hebben die capaciteit niet. Het laatste is met betrekking tot deze middelen, en daar gaat ook over worden gesproken, is deze middelen moeten gebruikt worden om projecten uit te voeren. Zodat we de verandering, de verbetering kunnen zien in ons eigen land. Een groot deel van deze financiering, helaas, gaat naar consultancies. En daar hebben we geen behoefte aan. We hebben geen behoefte aan studies meer en consultants die ons komen vertellen wat klimaatverandering is en hoe je het moet opvangen.
Simpelweg omdat wij dat zelf ervaren. Wij zijn eigenlijk de beste experts op dit stuk. Dus dit zijn 4, 5 van die belangrijke issues. En waarom is het belangrijk dat een presidentiële delegatie daar zal zijn? Ik weet dat het geld kost. Ik weet dat het een korte trip is. Maar het is belangrijk omdat op het hoogste politieke niveau kan je met je collega's gezamenlijk een coalitie vormen. Een alliantie vormen. Als je samen optrekt, dan heeft het effect. Dus we kunnen niet wegblijven. Want als iedereen dat zou besluiten, zouden al die kleine landen niemand hebben die het voor hun opneemt. Dus vandaar dat het belangrijk is dat we samen optrekken, dat we daar aanwezig zijn. Uiteraard zijn technische gesprekken. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Planning is daar met een technisch team. De minister is er. En die zullen dan verder de gesprekken voeren op een technisch en beleidsniveau. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op vrijdag 4 november het Surinaamse Robotics Team op zijn kabinet ontvangen. Het team heeft vorige maand in een deelnemersveld van 163 landen de 36e plek behaald op de Olympic Style International Robotics Challenge in Zwitserland. Hiermee is het doel om minimaal in de top 50 te eindigen ruimschoots behaald. De communicatiedienst Suriname sprak teammanager Ashna Mahipal. Meegedaan met een challenge, een robotics challenge, dat is dus internationaal. Wij hadden Suriname represent, ik met mijn team. En dus dan heeft hij dan recognition gegeven, heeft ons gevraagd hoe het daar was, onze ervaring en wat het precies inhoudt. Dat is het zo. En kan je ons meer vertellen over wat jullie precies hebben gedaan, de bouw van je robot en zo? Oké, dus er is elk jaar een challenge. Het gaat om de 14 Grand Challenges. Dat zijn samengesteld door universiteiten. En van het jaar was het dus carbon capture. Wij moesten dan een robot bouwen die carbon capture dus kan simuleren. Onze team bestaat uit 5 mensen. We hebben gekeken wat de challenge was. En dan zijn we zo dan gestart met brainstormen. Wat willen we hebben dat onze robot moet doen? En dan zijn we zo dus aan de slag gegaan. Het was niet makkelijk. Maar in het eind hebben we het wel kunnen krijgen. Een goede robot waarmee wij tevreden waren. En wat we dus naar Zwitserland hebben gebracht voor de FGC. Hij was heel trots op ons. Want modern technology is iets dat nu aan het stijgen is. En dat wij nu Surinamers bezig zijn ermee. En dat we ook toch wel goed zijn erin. Waardeert hij en de First Lady. En hij heeft ook gemerkt dat ze nu gaan proberen om het wat bekender te maken in Suriname. Meer wegen open te maken voor studenten die dus geïnteresseerd zijn hierin. De organisatie is redelijk goed verlopen dit jaar. We doen het eigenlijk al 6 jaren. Dus er is toch wel wat ervaring al opgebouwd. Ik denk met de vele ondersteuningen van verschillende mensen binnen de samenleving, de overheid en ook niet-overheidsactoren, dat de dingen toch redelijk vlot zijn verlopen. Ik denk het gedeelte van de visum was een klein beetje een worry point. Maar uiteindelijk is dat ook goed gekomen met de ondersteuning van mensen. Dus ik zou kunnen zeggen van we zijn er geweest. We hebben goed gescoord en we hebben goed gepresteerd. Dus ja, all good. Is de 36e plek, is dat de hoogste plek die er ooit behaald is door het Suriname Robotics Team? Het is de hoogste plek voor deelname in een fysieke competitie, dat klopt. We hebben eerder tijdens COVID virtuele competities gehad en daar zijn we dus zelfs hoger geëindigd op 18. Maar voor de fysieke deelnames is dit wel de hoogste. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.